Jongens, welkom in mijn badkamer. We zitten vandaag opgesloten. Rick, wat ben je aan het poepen of zo? Hoezo zit... Ja. Hallo, hoezo zit ik in jouw badkamer? Ja, ik heb jullie... Heb je geen woonkamer of zo met een bank? Ik heb jullie uitgenodigd voor een huisfeestje, zoals ik dan net had verteld. Alleen, we zitten opgesloten in de badkamer. De deur is per ongeluk op slot gegaan. En Rick zit te poepen, dus we moeten wat doen. Ik ga douchen. Nee. Dat, weet je hoe vies het is als er dan warme... Oh, je bent echt aan het douchen. Weet je hoe vies het is als er warme lucht bij de geur van Rick gaat komen? Dat maakt het alleen maar nog voorder. Nee, ik wil niet samen douchen. Ik wil wel even bijstaan. Nah, jongen. We moeten vandaag ontsnappen uit deze... Uit de badkamer. Ik zie iets. Wat zie je, in de douche. Oh, je zit daar onder te spieken. Wat zie je? Ik heb hem. Ik zie ook wat in de douche. Ik heb een oranje stukje. Wat is het? Hoe heet het? Orange dye. Oké, onthoud het. Misschien hebben we een hendel. Heb je die overhalen? Ik heb de douche. Dat is de douche gewoon. De douche! Oké. Je hebt hier ook een barrel. Hebben we ook orange dye. Dus die geef ik ook aan jou, Justin. Misschien moet je die hierop droppen. Kijk. Oh, ja. Drop hem maar op. Goed zo. Hij is weg. Rick, zit er wat achter? Nee. Er is hier niks, hoor. Er is hier niks. Wacht, ik heb er ook nog één. Drop hem hier. Misschien dat het dan wat gaat. Waar heb je de sleutels van de deur dan? Van de badkamer? Oh, ik heb een sleutel. Een bedroom key. Jongens, we kunnen ontsnappen. We hebben het geëinde video. Ja. Ja. Top. Jongens, ik maakte een grapje. We moeten niet alleen ontsnappen uit de badkamer. Ja. Maar we moeten ook ontsnappen uit de rest van mijn huis. Welkom in mijn slaapkamer. Waarom moeten we uit jouw huis ontsnappen? Ja, omdat ik de sleutel kwijt ben, Justin. En we moeten hem zoeken. En we gaan Als je de sleutel... Meestal kan je de deur ook van binnen openmaken. Nee, ik heb van buiten op slot gedaan per ongeluk. Justin. En toen ben ik naar binnen gegaan. Vet. Justin, ik kan net bij jou douchen. Kom je bij mij in bed liggen? Nee, dat vind ik heel raar. Ik kom opzetten. Ja, dat vind ik een beetje heel gek dat je dit van Justin vraagt. Nee, maar laten we gelijk beginnen met kijken wat we allemaal kunnen vinden. Ik heb je truien. Je hebt mijn trui. Hallo, voordat we verder gaan. Max, ja? Jij weet hoe het huis eruit ziet, dus zijn er ergens... Nee, maar dat maakt het minder spannend. Nee, ik weet niet hoe dit huis eruit ziet. Ik woon hier niet, jongens. Ik heb gelogen. Nee. We zijn in het huis van meneer KB. Nee. En we hebben ingebroken en we moeten ontsnappen. Ik heb ontsnapping. Wat dan? In de kast. Oh, serieus? Oh. Dus heb ik het helemaal niet gezien. Oh nee, Rick, dus geen fijne locatie. Oh mijn god. Oh. Rick, lees me voor. Oké. Lees maar voor, Rick. Ik moet het ook vertalen, chips. Ik heb ook wat gevonden trouwens, sorry. Ik heb soap bar dust gevonden. Lekker. Oké. Ja. Ik zit opgesloten in dit verdoemde huis voor jaren. Van meneer KB. Van meneer KB. Ik weet niet zeker hoe lang ik nog door kan gaan met het schoonmaken van deze luchtschachten. Het is onmogelijk. Oh, dit zijn luchtschachten inderdaad. Ik zie het al. En wij moeten het schoonmaken. Maar wist hij niet dat hier gewoon een ladder zat? Ja, dat is het. Wist hij niet dat hier gewoon een ladder zat? Ja, dat snap ik waarschijnlijk weer niet. Pas op. Okay. Nou, er zal wel meer zijn, jongens. We moeten nog meer vinden waarschijnlijk. Kijk hier onderdoor en dan zit waarschijnlijk ergens een onder wat verstopt. Ja, daar! Echt? Nog meer soapbar dust. Can break light gray stained glass. Oh, dat is hier beneden, jongens. Kijk, als ik dan hier naar beneden ga en dan kunnen we dit hakken. 1. Huh? 2. Huh? Oh. Oh, sorry. Oh, het moet schoongemaakt worden. Er moet er nog eentje hebben, jongens. Okay. We moeten er nog één hebben. Hier is een button, dan ga ik op klikken. Nee, heb ik nog niet goed op geklikt. Nee, heb ik nog niet gedaan. Maar wat is dit dan trouwens in die badkamer? Wat? Het raam naar buiten. Oh, ik weet niet wat het is, eerlijk gezegd. Jongens, dit is een raam. Kom op, zeg. Een raam naar buiten? Dit is een raam, toch? Naar wat? Naar concreet daar. Ja, maar het is wel een raam. Ik ben nog wel eens aan het douchen aan het inspecteren. Ik heb er al 2 gevonden, jullie nog geen 1. Rick, jij hebt nog niet veel toegevoegd. Ik bedoel, Justin heeft... Nou, trouwens, dus wel. Jij hebt hier de painting had jij gevonden. Ja, goed hoor, Rick. Misschien? Pas nog voor het ei. Rick, het ei! Ik heb iets! Justin, je hebt het opgelost! Ik ben supergoed! Hoe heb je dit gevonden? Ja, ik weet het niet. Ik stond hier zo en ik dacht... Ja, dat is het. Je moet in de spiegel kijken. En dan tegelijkertijd... Komt het omdat ik op het ei stond? Nee. Rick. Oh, oké. Je moet in de spiegel kijken. Stil nou niet Justin's moment. Sorry. Ja? Sorry, leg maar uit. Je moet in de spiegel kijken en dan tegelijkertijd de hanenkam doen. Nee, ik geloof eerder, Rick. Waarschijnlijk had het iets met het ei te maken. Nee. Alleen stond jij er net toevallig naast. Oké, dan moet je schoonmaken. Ga eens aan de kant. Justin, doe dat ding er eens open. Zo ja. Mag wel achter mij. Wacht, oké. Maak me schoon. Spiegel er even op. Ja, ik heb een vet shot. Die was heel ver weg. Ja! Wow! Je oren poppen door de... Oké, misschien is die deur nu open hierboven. Je oren poppen door de luchtdruk. De deur is helemaal niet. Is de deur open. Gaat open! Wow! Er blijft 1 blokje hangen. Dat was... Hij is er niet, het is een nep blokje. Wow! Hey!
Justin, je hebt gelijk wat goeds gevonden. Green wool. Oké, green wool. Dan moeten we waarschijnlijk een green carpet hier ergens op de grond hebben. Waar we de green wool op moeten doen. Oké, deze furnace staat op slot. Wat? Ik ga wel proberen te parcouren. Waar ging je heen? Wat? Huh? Wat? Nee, ik vond ik raar dit. Huh? Justin, waar ben je heen? Huh? Kom eens terug. Huh? Huh? Rick, wat doe je hier? Huh? Ik zit hier boven. Wacht, wacht, wacht. Blijf staan, Justin. Blijf staan, blijf staan. Dit is zo'n rare gang. Ik wou zeggen een eindeloze barbecue, maar ik bedoel een eindeloze bibliotheek. Kan je ook terug? En ik. Dit is zo raar! Oh, je wordt gewoon geteleporteerd. Oh, ik heb een pickaxe. Justin, achter je. Jongen, dit is heel makkelijk als je wil afvallen. Dan kan je gewoon blijven lopen. Ja, maar dat ook op een loopband. Dit hebben we nog helemaal niet gezien. Wat? Wat? Ja, gewoon wat jullie al de hele tijd aan het doen zijn. Wow. Oh, dan kom jij nu pas achter. Jongens, wat heb jij gevonden boven, Rick? Ik heb een pickaxe en daarmee kan ik hakken. Een lever en een daylight sensor. Dus ik kan deze hakken. Maar hoeveel uses heeft die? Moet je voor oppassen. Oké, daar zit ook wat. Hier. Ik heb green wool. Ik ook. Oké, dat is ook goed. Ik heb een daylight sensor nodig. Ja, die zagen wij volgens mij in de badkamer. In de badkamer! Bij de douche! Volgens mij, kom. Oh ja. Ja, een daylight sensor. Ik zet de douche even aan. Nee, we gaan het putje in. Lopen, maar niet erop staan, niet erop staan. Dus eerst lopen. We gaan het putje in. Oh, Rick, jij bent afval. Ga maar. Oké. Okay. Ja. Grapje, Rick. Nu zetten we de douche uit. Zo, hoppakee. Oh, wat is dit? Hier. Oh, wat prachtig. Wat spannend. We kunnen hier alleen maar zijn. Deze is bijna kapot. Ja, maar daar hebben we toevoer nodig. Dus ik denk dat we terug moeten. Daar komen we later op. Eerst moeten we een groene wol vinden. Ik zie niks. Rick, ga eens aan de kant. Ga eens aan de kant. Maar zie je beneden niet groene wol? Ik had groene wol. Nee, maar een carpet. Dat weet ik niet. Ik gok dat we dit namelijk op een carpet moeten gooien. Nee, ja, misschien ik vind dit nog steeds heel trippy, jongens. Dit... Oh, wacht. Nee. Zit hier onder niks? Oh, hier, ja, hier. Daar zit wat. Ik zie het. Ja, nog een green wol. Maar ja, we moeten wel weten wat we met de green wol moeten doen. Ja, dat vind ik ook een goeie. Ja, we hebben nu wel green wool gevonden. Ja, je hebt hier gevonden. Een pickaxe. Ja. En een lever, zei je. Heb je hem ook gekregen? Ik heb de lever. Maar deze furnace is locked. Ja, dat klopt. Hoe kom jij daar, Rick? Nou, daar kunnen wij helemaal niet komen waar jij nu bent. Waarom kan je daar niet komen? Huh, waar zijn je? Hé, hey, Als ik daarheen wil, dan kom ik weer hier achteruit. Rick, hoe? Kom eens terug, Rick. Wat? Ik kan niet terug. Nee. Rick, wat kan je daar doen? Jullie zien hier toch ook dat parcours? Of niet? Ja. Daar ben ik omhoog gegaan. Huh? En toen ben ik naar beneden gesprongen. Waar ben je naar beneden gesprongen? Ja, gewoon hier. Hé? Ik heb bamboe. Ja, maar wacht. Hoe ben je daar gekomen, Rick? Dat is vooral even belangrijk. Hoe ben jij daar gekomen? Waar ben je naar beneden gesprongen? Welk gedeelte? Ik heb ook een green wool. Ik stond toch net naast jullie? Ik weet het niet meer. Ja, maar Rick, je zou dat je parcours omhoog is gesprongen. Nu weet ik niet meer hoe. Ik ben hier, en toen gewoon was ik hierboven. Maar wat kan je... Die lever, heb je die in je inventory? Ja. Wat staat erop als je eroverheen hoffert? Can be placed on stone. Dan moeten we steen zoeken waar je hem op kan plaatsen natuurlijk. Kijk, dus als we nou steen ergens vinden, ik gok misschien in de oude kelder. Waarom kan ik niet naar jullie toe? Er is geen steen hier. We moeten gewoon een normaal steenblokje vinden. Jongens, waar die op geplaatst kan worden. Ben je er weer? Hallo. Ik heb een green wool, maar hè? Ja, maar waar is steen? We moeten steen vinden. Gewoon een normale steen. We hebben hier allemaal stone bricks en andesite en zo, maar waar is steen? Nou, dat is best logisch. Dat zit namelijk... Hier, ik heb hem bovenin. Hierboven. Ja, dat dacht ik al. Jij bent echt de verkeerde kamer, Rick. Hier, in het hoekje. Plaats hem maar daar. Ja, daar haalt Justin hem over. Waar? Oh, hier. Hier in het hoekje. Ja, dan gaat de boekenkast open. Oh, natuurlijk. Oh, ja. Dit is geweldig. Geweldig, jongens. Heel lekker. Een kist met een music disc. Ja, beneden. Muziek. Muziek. Het is tijd om muziek af te spelen. Ik heb nog een green wool. Oké, goed. Oké, komt ie, Justin. Komt ie. Mooi. Ding, ding, ding. Kunnen we nu... Oh, ik heb white wool. En daar kan ik niks mee, maar ik heb wel white wool. Vet. Kan ik daar nu hierheen eindelijk? Nee, ik zag het jullie. Oké, het is wel genoeg muziek geweest. Wat was het nog een keer doen? Oh, hey jongens. Wat? Het is een dye smelter. Oh, wacht. Dus als we dan green wool erin doen? Nee. Nee, maar hij is locked. Wacht, moet ik niet... Oh nee, wacht. Ik kan dat ding helemaal niet meer plaatsen. Dye smelter. Kan je er niet een bamboe in doen? Die heb ik al gehad, Justin. Die jij nu probeert. Nee, kan ik niet. Is er niks verder nog meer boven? Ik heb white wool gekregen en ik kan er niks mee. Ik vind het moeilijk, yes. Oh wacht, er is vast wel ergens een white wool carpet. Dat moet wel. Dat moet wel, toch? Dat weet ik niet. Dat moet, dat weet ik niet. White wool carpet. Dat zou wel logisch zijn. Hier beneden misschien? Nee. Ik heb white wool gekregen, maar ik weet niet waar ik ermee moet. Dat is moeilijk. Nou, dat is moeilijk, hè, jongens, dit.
Ja. Maar dit kunnen wij. Oh, Rick, daar hebben we nog niet gekeken. Wat heb je? Green wool. Nog een green wool. Daar hebben we vier. Nou weer dan. Ja, dat was een goede plek. Rick. Hier. Ja, ik zag in één keer een gaatje. Maar Rick, we moeten even weten hoe we in die andere kamers zijn gekomen. Ja, ik weet... bent ergens naar beneden gesprongen. Ja, ik weet niet. Ja, maar volgens mij hoorde dat niet, want er zaten barriers. Ik kon niet terug. Oh, volgens mij ben ik er nu ook. Nee, niet. Want ik kon nog meer hakken met dit pickaxe, Rick. Alleen een lever en een lever. Misschien kan je deze weer hakken. Je moet die stenen lever weer hakken. Kunnen we hem ergens anders Misschien kan je hem ergens anders plaatsen, inderdaad. Daar zeg je me wat, jongen. Ja, maar dan moeten we wel weer nog een stenen plekje vinden. We hebben tot nu toe nog maar één stenen plekje gevonden. Zal ik hem even zoeken? Ja, ik kan hem gewoon weer hakken. Oh, hij is weg. Is hij helemaal weg? Ja. Oh, dat was niet. Oké, dan is dat gewoon zoals het hoort. Kijk, ik ga die witte wol gewoon op plekjes droppen. Oh, ik heb hem! Wat? Waar? Ik heb de lever ineens in mijn inventory. Waarom heb jij hem? Dat weet ik ook niet. Ik ben niet eens waar, kan je hem nu op plaatsen? Nog steeds stone. Ik heb een Oh, jongens! Wat? Ik heb een cactus gepakt. Waar? Ja, uit dat hok waar we die. Dus die kun je eruit halen. Maar dat... Ja, je kan gewoon bamboe en cactus kan je gewoon uit de vrouwenpot. Dus zo. Daar kunnen we, dus als de furnace... Het. Dat kan niet. Want hij is gelokt. Ja. Hij moet van het slot af. Oké, dus we zijn wel verder. Hmm. Ik heb hem aangezet! Ik heb de hendel op de button geklikt en nu doet hij iets. Hmm. Huh? Heb je de cactus de cactus zit erin. Ja. Oh, green dye! Oké, green dye. Dan kan ik misschien nog een wol mee maken. Ja, ik denk niet dat ik moet craften. Ik heb niet het idee dat ik moet gaan craften. Ja, misschien moet je van die white wool wel een andere wol maken. Ja, green wool. Sorry. Maar wat moeten we dan met green wool? Dan hebben we er... Wacht jongens, laten we ze verzamelen. Ik heb er twee. Ik heb er één. Ik heb er drie. Dan verzamel ik ze wel. Oh. Dan hebben we er zes en zeven als we die laatste erbij doen. Maar ja, waarom zouden we dat nodig hebben? Ja, ik heb trouwens één... Ik weet niet of dat de bedoeling is. Ik heb er namelijk eentje uit die glitch room gehaald, laat maar zeggen. De glitch room? Ja, zeg maar waar ik vast zat. Oh. Hmm. Die zat er in de oven. Dus ik weet niet of we die wel... Ik denk dat we er vijf moeten hebben en dat we dan de zesde zelf moeten maken. Ja, maar wat moeten we ermee? Ja, dat weet ik dus niet. Dat weet ik ook niet. Ik zou zeggen, probeer het. Het craften ervan? Ja, want we kunnen craften. Ik zou het gewoon proberen. Ik ga hem craften. Prima. Ik heb hem gecraft. En dan? En nu? Ja, nu weet ik het niet. Het is nou in de kamer hierop. Oh. De furnace is weer gelokt. No usable item. Is er dan nog iets wat we kunnen gebruiken? Oh, nee, ja. Nee, denk ik niet. Hmm. Ik wil graag een hint. Very difficult. Is die nog echt zo'n daylight sensor of zo? Ik denk het niet. Iets wat ik kan hakken. Ik denk dat we gewoon iets met die groene wol nu. Die moeten we ergens droppen. Dat weet ik zeker. Die wol moeten we nu gewoon ergens droppen. Ja, maar waar? Maar waar, inderdaad. En wat is die ruimte hier beneden, Justin? Ja, ik heb geen idee. Ik heb de hier is ook heel gek. Misschien gebeurt er iets, maar... Als ik hier nou groene blokken... Nee, dat moet wel groen op groen zijn, lijkt me. Dan kreeg ik een white wol met die music disc. Stop hem nog eens in. Ja, ik ga hem nog eens in. Laat hem gewoon afspelen. Helemaal tot het einde. Ik heb nu 7 green dye. 7 green dye? Ja, 7 in totaal. Wool bedoel je? Oh, green wool, sorry. Ik snap er echt geen fuck van. Ja, het is even moeilijk op het moment. Ik voel de vibe wel met het liedje. Ja, ik vind het ook wel. Het is zo'n avonturiers liedje. Maar Rick. Ja. Hoe heet het? Wat had jij... Wat staat er nog meer in het boek? Misschien dat boekje dat jij toen had. Oh ja, die heeft Justin nu. Justin, moet je even geven. Ja, kijk naar... Ja, maar geef maar. Wil ik even wel kijken. Ja, waar ben je? In de badkamer. Oh, daar kom ik ook niet meer in nu door die dingen. Oh, ik hoor hem. Moet ik niet iets met die leather tunic die ik aan heb trouwens? Ik die ga moet... de muziek uitzetten. Die muziek gaat uit. Moeten we deze niet groen maken? Ja, maar Rick, dan heb... Ja, misschien wel. Alleen die hebben we nu niet meer. Ja, ik kan ook green carpets maken. En jij hebt ook nog bamboe. Ik heb bamboe. Wat kan je met die bamboe? Ja, helemaal niks. Als je er overheen offert, staat er niks. Nee, niks. Niks. Hmm. En met mijn sturdy pickaxe kan ik alleen een lever en een daylight detector hakken. Hmm. Hebben we de lever nog trouwens? Ja, die heeft net weer geplaatst op het stone blokje boven. En als we hem nu nog een keer overhalen dan? Ja, ik heb een paar keer geprobeerd, man. En als ik hem nu weer hak dan en dat we gewoon een nieuwe plek gaan zoeken? Oh, ik heb hem! Hier is stone! Huh? Hier ben je. Hier is de steen. Oh, ja. Justin! Geweldige jongen! Ja, oh. Bamboe. Nu kan je stick maken en dan kan ik een banner maken. Ik had al lang bamboe, dit had ik al. Ja, nee, maar twee. Nu kan je, met twee bamboe kan je één stick maken. Ja, maar ik had al twee bamboe de hele tijd al. Hm? Dan meen je. Ja. Oh, wat vreselijk. En kijk, hier is een crafting table. Dan kan ik een banner maken. Hoppa. Oh, ik heb Rick, hem. Wat kan je ermee? Not the prettiest color. Can we place on blackstone? Dat is de... Can we place on blackstone? In het grot! Onder de douche. Ja. Jongens, we zijn verder. We hebben hem. Een rare plek. Dit komt door jou. Ja, dankjewel. Jij had het nieuwe steenblokje gevonden. Oké, blackstone, plaats hem. Boom. Boom. Oh, joh. Fabio! Het is Fabio, warme kikker. Oké, we hebben hem. En we gevonden dus hebben we een cadeau voor hem. Hij vindt groen een mooie kleur. Ja, dat snap ik. Oké, hij zegt dat we... Dat we waardig zijn. Oh. Oh. Huh? Huh? Dit was het. Dit was het. Dit meen je. Kunnen we nu weg ook? Is de grote vraag. Pas op. We hebben die lightras gekregen, maar... Kunnen we ook naar huis? Is nu de grote vraag. Oh.
Oh, rennen. Nee, Rick, doe het niet. Kunnen we ontsnappen ergens? Rick, Rick. Rick, ik wil met je mee. Rick. Ik heb niks gedaan, Ja, we kunnen ons. Oh, ik moet die light erom doen. Ontsnappen! Dat was leuk. Jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker niet op die abonneerknop te klikken. Want dan ben je gewoon even een hele goede kijker. En dan nu kijk lekker deze video. Dit is namelijk ook een hele leuke video om te kijken. Heb je die nou nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. En dan nu spreek ik later. Waar is het? Dat is die video. De volgende keer.